zijn spijtig genoeg toegekomen aan de laatste aflevering van Ching Ching Tuin. En daarin gaat onze tuinarchitect Jan toelichten hoe je een strakke, maar toch gezellige tuin kan creëren. En ook ons bloemenmeisje Martine is van de partij en zij vertelt hoe je een drijvend bloemstuk kan maken. Ik ben toch wel benieuwd en ik denk, zij hier ook. Nee? Ja, jongen. Wow. Ja, voor de laatste aflevering van Ching Ching Tuin mocht het iets meer zijn. Het is daarom dat ik maar ineens naar jou thuis gekomen ben. Hè. Prima, ja, welkom. Ja, ja, thuis en werkplek tegelijk. Hè. Ja, klopt. Sinds kort. We woonden hier toch al een jaar of zes. En sinds kort werken we hier ook eigenlijk. Allee, de vrouw zou content zijn. Hè. Ik denk het, ja. Typisch Jan weer, hè? Zo het strakke, ja. Maar toch het gezellige erbij. Klopt, hè? Want als ik aan gezellige tuinen denk, dan denk ik soms ook aan heel veel en een beetje potsierlijk, zo, een beetje erover. Maar jij kan echt zo het strakke met het gezellige combineren. Hoe doe je dat eigenlijk? Ja, wat is jouw geheim? Het is een kwestie van het rustig te houden, denk ik. Hè. Kiezen voor mooie accenten en goede accenten. En hier de binnenkoer was er al, dus dat was natuurlijk een dankbare ruimte die eenvoud in zich had. En dan zie je ook weer dat het niet nodig is om daar allerlei dingen aan toe te voegen. Dus waar we hiervoor gekozen hebben, is echt dat binnenkoer-effect, dat gepleinde effect of gekasseide effect te houden. Eén groot groen element van de buxus met een mooie grote boom erbij, een mooie markante boom, ook eentje die al wat karakter heeft. En dan zie je dat er rust en ruimte is om met mooie accenten als potten of beelden of ornamenten te werken. Die beelden, hoe moeten we dat nu eigenlijk noemen in zo'n modernere tuinen? Is dat nu een standbeeld? Is dat een ornament? Is dat een kunstwerk? Ja, het zijn, moeten we dat allemaal zijn kunstwerken noemen? Natuurlijk. Kunstwerken. Hè, dus, waar mensen met heel veel creativiteit en zorg aan gewerkt hebben. En ja. Passie en ja, talent, om het zo maar te zeggen. Ja. Dus, mooi. Ja. Nu komen we in het echte tuingedeelte, als ik het zo mag noemen. Ja, dat is onze achtertuin eigenlijk. Hè. Dus, ja. Van de ene ruimte kom je zo in de andere voortuin, binnenkoer en dan in het gedeelte waar we eigenlijk zelf meer wonen en leven, zeg maar. Ja. Dus bij de keuken aansluitend en waar we meestal zitten. En waar heb je hier vooral op gelet eigenlijk? Ja, weet je, het is vooral de diepte van het perceel hier ook weer die we benut hebben. Je ziet dat vanuit de binnenruimte is ook mooi dat we met een niveauverschil hebben gewerkt, met de oude blauwe stenen. En dan eigenlijk zichtassen gemaakt in het extensief te maaien deel, een soort bloemenweide, ziet je dus in de verte daar. Ja, dus bewust wild gelaten, zeg maar. Het is hooiland ingezaaid, wat vroeger bij de boerderij en rond de boerderijen ook lag. Dus een beetje knipoog ook naar hoe het vroeger gebruikt werd. Ja, de imker in de straat zal blij zijn, denk ik. Hè? Die zit iets verderop trouwens. Ja, dat is goed dat je dat zal blij zijn, ja. Als kind zou ik me daar vooral goed op voelen. Schommels. Ja. De schommels. Ja, laat ik zo zeggen, dat is natuurlijk de eeuwige discussie. Hè. Dus of een grote trampoline en speeltoestellen zetten. Maar die mooie notenboom die stond er en eigenlijk is dat de speelboom geworden. Met de rekstok en de schommel eraan. En nou, ze hebben ruimte genoeg om zich op andere manieren uit te leven, denk ik. Hè. Dus, maar het wordt heel goed gebruikt. Hè. Ja. Hier ook weer zo'n typische as lopen, hè? Ja, het is eigenlijk de zichtas als je binnenkomt, hè. Dus via het kantoorgedeelte heb je de binnenkoer en dan lopen we eigenlijk het privégedeelte in. Waar dat ook die niveauverschillen mee overbruggen, hè. Die consequentie van materialen. Dus ik vind het altijd heel mooi als dat doorloopt en dat komt dan een beetje uit op deze as waar we dus functionele lijnen verbinden tussen enerzijds hier de zichtlijn en anderzijds hoe we dagelijks op en neer lopen en thuiskomen en weggaan.
Dus, en wat we eigenlijk hier ook bewust gedaan hebben, is de aansluiting gezocht met het gebouw. Dus hier komen de grote buxus, massieve of blokken weer terug die we binnen ook hebben gebruikt of in de binnenkoer hebben gebruikt. Echt als rust, hè, dus weer grote massieve. Als contrast met de hele losse, eigenlijk heel weelderige beplanting. Veel verschillende bloemen die elkaar opvolgen en die ook echt een beetje authentieker, een beetje boerderijachtige bloemen zijn. En daar staat engelenwortel, dat is echt een klassieke geneeskundige plant. De zeekool lijkt een beetje rabarberachtig. Ja, ik wou dat zeggen, er staat zo'n grote rabarberstruik. Ja. Daar lijkt die heel hard lijkt op. Hè. Erop, hè. En dan komen we hier in nog een ander gedeelte. En dat is aan de woonruimte dan. Ja, eigenlijk onze terrasruimte, zeg maar, hè, met de tuin en het zicht op de weide. En, waar dat we eigenlijk al een ingesloten gevoel krijgen door de niveauverschillen, hè, door het trapje, door de grote arduinenblokken. En dat geeft eigenlijk al een beetje intimiteit hier. Ja. Dus een fijne ruimte om te zitten. Ja. Zeg, die symmetrie valt mij ook weer op. Hè. Dat is, Ja, het zijn ook weer zichtassen die we van binnenuit hebben gebruikt naar buiten. En die eigenlijk ook heel lange perspectieflijnen geeft. Omdat, laten we eerlijk zijn, je zit toch 80-90% van de tijd zitten we binnen, denk ik. Hè. Ja. Nu hebben we het geluk van een mooi weertje te hebben, maar dat zijn ook spaarzame momenten eigenlijk. Dus heel vaak moet je ook wel visueel sterke accenten krijgen vanuit de woning. Hè. Ja. En die dingen hebben we hier gecombineerd. En ook het hedendaagse van de betonvloeren hebben we dan van binnen laten terugkomen. Gecombineerd weer met de oude stijl of de oude materialen. Ja, het geeft enorme rust en een enorme evenwicht eigenlijk aan het omgeving. Ja, ik zeg ook wel altijd, het is heel belangrijk om het groen nog niet te vergeten. Dus uiteindelijk is het heel vaak ook opletten met ruimtes die nog voldoende aangekleed worden als tuin zelf. Dus hier is dan natuurlijk meer verharding voor het gebruik, maar eens de tuin in heeft het weinig zin om daar nog allerlei tierlantijntjes te maken of zitruimtes te maken die je toch niet gaat gebruiken. Dus dat is een beetje de filosofie. Dus je laat eigenlijk de tuin verlopen in de groene rust, om het zo maar te zeggen. Ja. Zeg, merci voor de rondleiding. Hè? Graag gedaan. Ja. We hebben genoeg gewandeld, denk ik. Hè? Ja, eigenlijk wel. Genoeg gezien? Ja, dat is goed. Gaan we iets drinken. Ja. Dank u.